Nog een voorbeeldje. Ik reed laatst over de provinciale weg tussen Hezen en Zomeren. Op zondagmiddag. En aan de andere kant kwam mij tegemoet een grijze Renault Scenic. Nou, dat zijn al niet de meest wilde auto's. Zeker niet in het grijs. Zeker niet op zondagmiddag. Daar weet je, daar zitten twee windjacks in. Dat weet je. Jawel, daar zitten twee van die ANWB-abonnementhouders in. En ik denk, hè? En ik nader ze. Ik denk, ik ga het ook doen ook, dacht ik. En ik heb een groot licht gepakt en ik heb tik-tik gedaan. Dat was het. En je weet, in die Renault Scenic breekt de pleuris uit. De pleuris. Dit gebeurt er in die Renault. Dit gebeurt er. Jos, hij gooide met zijn lichten. Die vent hier, die gooide met zijn... Heb ik een lamp kapot? Hoezo weet jij dat jouw lamp niet kapot hebt? Ja, meneer is de APK. Dat is 2 maanden geleden, Jos. Hoe weet jij dat jouw lamp... Waarom zou die vent anders een lichtsignaal geven? Die vent die gooit er niet van niks met zijn lichten. Of wel dan, Jos? Jij hebt een lamp kapot. Nee, Jos, dat was niemand die wij kennen. Wij kennen geen mensen in een Audi Q7 Quattro 4.2 liter diesel S-Line Edition. En jij vraagt de wijker niet af waarom die vent met zijn lichten gooit. Ze stond te flitsen, Jos. Hij waarschuwt ons, ze stond te flitsen. Waar rijden jij? 84, gemaakt je met 80, man gek. Houd die voet van de gaspedaal af. Kijk, ga je aan die kant, ik kijk aan deze kant. Ze stond te flitsen, Jos. Pas op. Dan komt er een tegenligger aan. Geef die vent even een signaal dat ze zacht rijden. Ze stond te flitsen hier. Het is zo'n klein gebaartje. En het gevolg is, de complete middag loopt iedereen op de provinciale weg tussen Hezen en Zomeren elkaar te waarschuwen voor een flitscontrole die er helemaal niet is. Reset.